Yo mensen, welkom bij een nieuwe mod review. Dit is de Brand Grain Train 1000. Een aanhanger, graanwagen eigenlijk. Grain Train. Van Stoneway Design. 35.000 liter kan erin. Hij kost 32.000 euro. Een bulk trailer, ze kunnen alle gewassen in. Met vooraan een dolly. Oké, er sluit één kabel aan. Dat is voor de verlichting, denk ik. Die gaat hier. Gaat hij in het plaatwerk. Ik neem aan dat het voor de verlichting is. Oké, Brand Grain Train. Dus niks aan te configureren. Dit is het gewoon. Ik kan er niks aan veranderen. Hij is in de kleuren van John Deere. Dus het komt wel goed uit als je John Deere trekker ervoor hebt. Nieuwe laddertje. Misschien is hij nog wel te beklimmen. Nee, helaas niet. En twee landbouwvoertuigen worden, zeg maar. In dit geval is het een soort van werktuig, zeg maar. Aanhangwagen. Ja, aanhangwagen. Kijk, daarboven heb je vier gebieden. Kijk, deze. 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 En dat was het. Oké, het waren het eigenlijk drie. Ik had het fout. En nu ga ik eens even de combine legen. Kijk, hier zou je hem voornamelijk voor gebruiken om de combine te legen. Dit formaat komt niet echt overheen in dit geval, maar het maakt niet uit. Kijk maar, die de pijp van de combine die is veel hoger dan de keeper. Dus onder de combine zou veel hoger keeper kunnen, maar dat maakt niet uit in dit geval. Kijk, dit is hoe die bijvult. Hij vult gewoon alle zones bij. Laat nu even zien hoe die lost. Oh, daarachter ook. En dan valt het eruit. Dit was de video. Abonneren zeg ik later.